Hallo. Hi. Hi. Ja, dat is een andere intro, hè, een keer voor de gein. Ja, kort maar krachtig, hè? Ja, zo doen we dat. Ik sta hier met een redelijke, ja, hij is best wel snel gegroeid. De Dutch Terms. Hi. Oftewel Vincent natuurlijk. En je bent in je pakje van koning Helios, hè? Ja, gevaarlijk ziet dat eruit, hè? Zo'n half hoofd, zwart hoofd. Ja, het ziet er eng uit. En, Kelsey is er ook weer. Yep. De computer doet het weer. Ja. Dus dat is mooi. En dan gaan we even kijken, want het is avond het worden. Zullen we even gaan pitten? Want anders komen de monsters. Wat? Wat is dit dan weer? Nou ja, dat is toch lekker? Ik vind dat hij mag blijven slapen. Zo, even pitten. Er staat een big bovenop me. Oké, okay, nou, dat is beter. Even kijken. Hey, ik heb vorige keer dus met Arjan heb ik die netherpoort gemaakt. Ik heb behoorlijk gegraven. En ik hoop dat ik weet niet wat we nu kunnen doen. Beetje onderzoeken, de rest. Ja, ik vind het prima. Ik Zullen volg we jou? Eerst even de vloer afmaken? De vloer afmaken, dat kan. Want dat kan, ik heb behoorlijk veel wol nu. Ja, dat kan. Dus ik maak even een... Kan iemand het even voor mij... Hier, dat mag jij doen. Alsjeblieft, een schep. Oh, heb je een schepje ook nog? Oh, niemand een schepje. Oh, dat maakt niet uit. Hup, daar gaan we. Kan ook op de hand. Ik doe gewoon op de hand mee. Omdat het kan, hè? Omdat het kan. Ja, al dat zand. Het gaat altijd tussen je tenen zitten, hè, zand. Ja, dat is irritant, hè? Dat is irritant. Ja, dan en het blijft stoffig hier, weet je? Ik moet elke keer schoonmaken hier, dat huis stofzuigen. Ja, jemig. Schiet niet op. Hoe krijgen we het voor elkaar, stofzuigen? Daar heb je stofzuiger een stuk van, denk je niet? Er lag al een stukje tapijt in, dus... Daar gaat de deur. Hoppa, zo. Als het goed is alles er nu uit. Even. Ik vrees dat ik net niet genoeg heb. Oh, nou, dan komt dat wel. Buiten zag ik alweer schaapjes met nieuwe wol. Ja. Ik stop de schep weer in de dinges met het zand erbij. Kan je weer glas van maken. Ja, nog meer glas, jeeme. Nou. Zo. Kun je zo'n mooi glazen koepel maken? Dat zou eventueel wel kunnen, weet je wel. Zullen we exploren dan? Ja, dat is goed. Ja, ik volg jullie. Ik heb, neem wel wat eten mee, dat is misschien handig. Is ja, heb ik bij me. Dus. Heb je bij je? Oh, nou. Ja, voor mezelf dan. Oh. Hoeveel eten heb je? Genoeg. Ja, ik heb ook genoeg voor jou dus. Anders heb ik ook eventueel nog wat hoor. Gaan een keertje dwars door de jungle. Ja? Ja. Oké, daar waren we vorige keer met Arjan naartoe geweest. Echt? Ja, die kant op, ja. Maar we zijn die kant ook op geweest. Waar onze spawnpoint is, daar zijn we nog niet geweest natuurlijk. Wacht ervoor, voor de zekerheid neem ik even shears mee. Wat? Shears, schaap. Oh. Oh. Oh, je doet gewoon een ding, dat heb ik ook bij me. Voor het geval schaar. Dat ik nog schapen tegenkom. Ik noem het gewoon schaar, weet je. Al die Minecraft namen, dat is af en toe... af en toe best wel moeilijk, hoor. Oké, deze kant uit dus. Yes. We volgen gewoon die vrouw, ja? Ja, meestal wat verstandigs wat er is, ja. Die vrouw nog wel. Laten we dat maar doen. Ja. Dan komt het meestal wel goed. Hoppa, langs de cactus. Niet tegenaan. Nee, dat is, ja, inderdaad. Het doet pijn. Blijf je hangen en heb je stekels in je kont. Maar best wel een nice servertje, hè, Vincent? Ja, je hebt een mooi huisje staan. Nou, Pieter heeft even geregeld dit dan. Oh, super vet. Ja, Pieter heeft die server even opgestart, ingeladen, een mapje en... Dat ziet er vet uit. En dan gaan we op zoek, neem ik aan, naar nog meer diamonds. Ja, dat is wel een beetje de bedoeling eigenlijk, hè? Want we hebben even twee pickaxes gemaakt. Wat dan? Hey, cool. Daar viel ik dus net bijna in. Ik denk dat ik dood had gegaan als ik hierin viel. Zal ik even een waypoint zetten? Nog een ravijn. Met de V? Ja, tuurlijk. wacht, hoe schrijf je dat? Zo, ja, oké. Okay. Ik heb hem. Oké, let's go. Oh, dat is wat diep hier. Jemig. Ja, dat is... Bijna hoogtevrees. Even kijken wat daar is. Wat je wel kan doen, is dat je een beetje water in dat ravijn laat lopen. En dan kunnen we via het water naar beneden. Yep. Maar vis kan niet echt goed besturen in het water op een of andere manier. Nee, maar ik heb het nou wel een beetje meer op de onderknie hoor. Hey, Minecraft pas 2 maanden.
Ja, ik weet het. Nee, toch wel langer, toch? We hebben hiervoor ook al een serie op mijn oude kanaal gehad. Ja, maar ik bedoel, met Dark Water bouwen en zo. Ja. Dat is pas 2 maanden, hoor. Dit is onze spawn. Zullen we hier die grot in gaan? Ja, is goed. We gaan even de grot in. Let's go. In de hoop dat hier wat is. Even kijken hier. Ja. Yeah. Dat is heel veel. Heel veel. Gaat ervoor. Wat een prachtige grot is dit, toch? Ja. Oh, je hebt alweer honger? Ja, een beetje. Ik ben gewoon een vreedzak. Hoi. Ik vind dat wel een mooi jungle. In Minecraft, op een of andere manier. Maar het loopt wel heel vervelend. Ja, dat klopt inderdaad. Het is inderdaad vrij akelig lopen, omdat je ene keer heb je net één blokje doorgang en dan moet je weer al die bomen wegkappen. Ja. Het is echt snoeiseizoen hier altijd. Even kijken. Hé, we komen daar sneeuwgebied tegen. Dat is altijd zo leuk in Minecraft, hè? Mijn huis! Virion, ik kom eraan! Oh, Vis, zullen wij de andere kant weer op dan? Aangezien zij haar huis heeft gevonden. Ja, ze zit in Virion, hè? Dat wist je. Ja, daarom. Nee, het is hier echt alles door elkaar. We hebben hier een woestijn, een sneeuwgebied en daarachter zit nog een desert en ook nog een swamp. Oh, maar dat is toch ideaal? Dan heb je alles wat je eigenlijk hebben wil. Heb je gewoon in een splitsing zitten. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt, ja. Dan kan je meteen alles vinden, want dan heb je mooi in de moeras heb je alle slime zitten. En dan kan je alle sticky pistons en noem maar op van maken. Nou, super. En hier kan je lekker met sneeuwballen spelen. Heeft iemand een schepje bij zich? Die heb jij weer teruggelegd, toch? Ja. Ja, ik heb die netjes opgeborgen. Dat vind ik heel erg netjes. Oh, ik had even een extra mee moeten nemen eigenlijk. Ach joh. Wat ik ook altijd meeneem is eigenlijk een furnace en een is altijd makkelijk om bij je te hebben. Oh, ik ben jullie kwijt volgens mij. Oh nee, ik zie jullie. Ja? Ja. Oh, okay. Ja, ik neem inderdaad even een boom mee voor het geval dat we nog grot in gaan. Zonder je zwaard. Weer achievement get, hè? Ik krijg elke keer getting wood. Doe je goed? Ik weet niet wat mijn Minecraft doet, maar... Zie je al wat, Vincent? Ja, ik zie hondjes. Die hebben wij nog niet. Laten we gewoon ergens op gevoel afgaan, ergens gewoon een gat in de grond gaan hakken. Misschien ik heb hier een grot, hier al. Oh. Ja? Oké, okay, cool. Volgens mij, not sure. Ja, het is grot. Hé, hey, kijk eens aan. Top. Oké, okay, nou. Mijn gevoel ging de goede kant op. Vrouwen mogen altijd voor, toch? Nou ja, als zij het angst voor ons wegjaagt... Kijk, mijn gevoel doet het goed. Wow. Wow. Mijn gevoel doet het heel goed, blijkbaar. Kijk, een mineshaft. Mineshaft? Nee, ik bedoel een refrein en dan gaan we op zoek naar een mineshaft even in de buurt. Ik neem even dat kool mee, hoor. Hey, ik hoor hondje blaffen. Even kijken. Oh, Vincent gaat al naar beneden? Ja, ik maak even een trapje en dan kunnen we meteen hier zo kijken wat er is. En dat we niet vallen. Wow. Er zit hier echt wel heel veel. Oké, nu kunnen we rustig naar beneden. En dan kunnen we even kijken wat er is. Ja, dat. Oké, hier is een open gat. Oh, hallo zombie. Hé, hey, kijk, hier. Maak gewoon een trappetje. Kom eens hier. Oh, je gaat helemaal naar beneden? Ja. Ja, dat mag ook. Vind ik ook goed. Ga je gang. Vincent, even voor. Dan zal ik wel even nu springen, want anders dan val je straks de bladder of zo. Ah, ja, maar ik spring gewoon naar Vis toe. Vis vangt me wel. Vis, ja. Vang je mij? Ja, kom hier. Oké, kom ik, hè? Ja, kom ik. Oh, ja. Nou, het was goed genoeg. Het was in de buurt. Ga jij voor. Dat is leuker om te kijken. Hey, dat is hot. Dat inderdaad. Mooi, dat was heel erg hot, lava. Ja. Ik haat het dat lava niet zomaar weggaat. Nee, klopt. Dat is dat is wel makkelijk als je een code in kan voeren, maar en voor de rest is lava weggaan is altijd het irritantste wat er is. Vincent heeft er ervaring mee, hè, met zo'n Helios. Ja, lava, dat is ons ding. Zeg dat het is Helios, toch? Sorry? Helios is het er gewoon, toch? Ja, Helios. Het klinkt altijd een beetje, ja, de hel, hè, de hel. Ja. Beetje duivels, evil-achtig. Klinkt het? Gaat het lukken, Kel? Pas op dat lava niet naar je toe komt, hè?
Beetje en anders, anders hak je één naar links en dan hak je gewoon aan de andere kant van de trap naar beneden. Ik zie dat niet als een lekker plekje dat er. Toch hier langs, maar oké. Okay. Oh, ik vind dit een heerlijk plekje. Oké. Oké. Ja, ik heb net half mijn benen gebroken om voor jullie een trap te maken. En alweer. Ja, ah, dat is vriendelijk. Je moet oppassen dat je niet... In de lava komt. Nou, of dat, tenminste dat je een paar keer achter elkaar dat je vergeet dat je moet healen ondertussen. Yep. Dat je dan dood bent. Voordat je weer... Ja, inderdaad. Heeft u nog kobbel? Nee. Ja, komt ie. 6 stuks. Jewee. Ja. Oh, ik gooi het op een verhoging. Ja, oh, inderdaad. Oh, alsjeblieft. Maar je hebt het in ieder geval dan wel. Ja. En nu is het weer op. Ja, vis, dit stukje kunnen we wel springen, toch? Hoppa. Ja, dat kan zo, wel klets. Okay. Even kijken. Oh. Ja, die we moeten ook nog een terugweg omhoog hebben, hè? Dus. Even, ja, dan kunnen we gewoon zwemmen hier omhoog, toch? Oh. Ja, zullen we omhoog zwemmen hier? Ga jij maar zwemmen in de lava. Kijk wie het eerst boven is dan. Nou, ik hè, denk... want als ik dood ga, spawn ik weer boven. Ik denk ja, dat is Vincent zo, daarom. Een beetje snel verdwenen is. Even kijken, what the fuck, het is groot hier. Ja, we hebben... Heb je torches? Yep. Oh, die heb ik ook vergeten. Lekker handig. Want hier zit ook weer een... Even kijken, hier zit gang, hier zit water. En vanaf dit water loopt het ook weer naar beneden. Oké, jullie willen torches? Ik heb hier nog wat torches voor iemand. Hoeveel, hoe hoog zitten we eigenlijk? We zitten op niveau 29, dus dat is te hoog. Ja, dat is te hoog. Oké, kom, we gaan met het water naar beneden. Oh, nee, met iron. Oh, iron, ja, hier iron. Vet veel iron. Oh. Oh, hier in de zijmuur ook nog. Oh. Even alles weghakken. Zo, deze is weg. Even door hier. Veel lava trouwens hier. We dan een bucket met water moeten meenemen. Oh, jemig, hier is zelfs nog een gat. Oké, okay, we zijn op niveau 12. Dit is 12? Waar ben je? Hier? Hier, achter je, hier zo. Oh, ik heb, ik heb je nog eens voorbij zien lopen. Raar is dat af en toe. Nou, je hebt hier wel een mooie fonds. Ja, we hebben alleen maar mooie vondsten. Dit is echt een geweldige seat. Nou, dat heeft Pietertje goed gedaan. Het is wel een beetje vrij donker hier. Oh ja, ik heb super licht hier. Man. Waar ben jij? Ah, ik denk boven hier langs of zo. Even kijken. Hier, oh, ik ben hier. Sorry, ik was hier even aan kijken. Hier, neem wat torches. Hier ook. Oh, hij is hierin. Oké. Okay. Zo, dan gaan we even wat torches plaatsen. Even kijken of dat lukt hoor. Ga ik hier een beetje op expeditie. Oké, okay, hier is niks. Nee, niks. Nee, okay. Dit loopt gewoon dood. Oei. Want hier was ook nog een gat, zag ik. En hier is... ook niks. Dus dan kunnen we eventueel kijken wat hier is. Dus even afschermen zo. Jij hebt Minecraft eigenlijk ook niet zo lang, hè, Vincent? Oh, ik heb... Ja, ik heb trouwens een spanner gevonden. En, Een spanner? Oh, ja. Oké. Okay. Even kijken hoe lang Minecraft ik al. Nou, ik heb het al wel heel lang, maar ik doe het nog niet heel lang. Nee. Ga je mee, Fish? Ja, hier ja, is een spannen. Pas oh, op je voor ziet de... het in die muren? Ja. Ja. Dus laten we heel veel rustig kijken. Wat voor spanner? Een spinnenspanner. Een spinnen, ja, ik hoor het al. Spinnen, ja. Dus zou ik hem voor je afzetten helemaal hier? Ja, we kunnen lampjes op, tenminste torches opzetten, toch? Ja, ik pas heel veel op dat er niet in één keer 300 van die beesten eruit komen. Oké, okay, let's go. Zo, 1, 2... Je levelt wel lekker snel, hè, dan? Ja, die kan je een even kijken, enchantment boek, fire aspect, flame... Oh, dat is echt goed. Oh, hier nog veel meer. Flame, looting en infinity. Zo. Zo, echt veel, trouwens. Die boeken die komen echt goed van pas. Ja, ik heb al een boek gevonden, geloof ik. Toch? Zo, Flame, oh, nee, 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 nee. Infinity. Ja. Wauw. Dit is echt de beste spanner ooit. Oh ja, jongens, ik ben hier even door de muur gekomen, dus. Oh, oké. Okay. Even kijken wat hier dan is. Misschien zijn hier wat diamonds eventueel ook nog in de buurt. Ja, ik heb ook diamonds. Nice. Hey Vincent, jij mag wel wat vaker komen. Sorry, ik kan er niks aan doen. Diamonds. Hebben jullie al... ik heb een iron pickaxe, maar ja, dat heb je niks aan. Hè. Dan moet je heb je al looting op je dingen staan of nog niet? Nee. Iemand? Oké. Okay. Nee, hebben we nog niet. Even kijken hier. Dit is net de 6e aflevering, geloof ik. Dus... Oké, okay, dus een
Ik zie er twee. Ja, ik zie ook hier. Ja, twee zijn het er. En dan gaan we het even rustig afzetten. Dat niks in de lava valt. En twee, up, zo. Het zou zonde zijn. Ja, precies. Een beetje kwijt weer. Pot, jongen. Hebben ze net kunnen vinden. Nou, vis, aan jou de eer. Twee zijn het er. Ja, het zijn er weer twee. Ja, dat klopt. Gaan we even naar de overkant. Gaan we hier even checken. Lapis. Lapis lazuli. Oké, hier zit niks. In die hele grote tunnel is niks? Een nap. Raar. Oh. Hey, noem je lapi? Lapi? Oké, hier loopt het dood. Lapis lazuli. Lapis lazuli. Wat een naam ook, hè? Ongelooflijk. Je kan er helemaal niks mee. Maar... Nee, het klinkt... ja, je blokjes. Je kan schapenblauw maken. Ik wil steeds weten, als nou iemand weet wat je ermee kan doen, moet je het even achterlaten. Want... Ja, je kan er blokjes van maken. Wauw. Lapis lazuli blocks. Yep. Ja, mooie blokjes, blauw. Zo. Dat op zich, het is wel vet, blauw blokje. Het waren er trouwens 18. What the fuck? Krijg ik eruit. Uit, 18? Ja, uit 3 blokjes. Wat? En dan moet je nagaan, als je dan ook nog eens hogere looting op hebt, dan kan je soms wel een hele, hoe heet dat nou? Stack. Ja, gewoon een hele stack uit gewoon een paar blokjes krijgen. Nee, kijk maar, als je die kant op loopt, dan zie je dat er geen diamonds zitten, want ik heb een weggetje gehakt, maar ik heb niks. Helaas. Oh, wel gold hier. Trouwens. Heb je ook veel aan, hè? Niets. Dus, maar... Heb je ook helemaal niks aan eigenlijk? Nee. Jawel, daar kan je mee brewen. Ja, en je kan ermee kompas maken. Vet, hè? Ja, dat... Wow. Dan weet ik waar ik ben. Oh, ik geef trouwens alles zo terug aan jou, hoor. Alles ja, is goed, joh. Ja, met gold kan je geen kompas maken, hoor. Jawel, kompas. Een kompas maak je met allemaal iron in een rondje en dan een redstone ertussen. Dan heb je een kompas. Oh, omdat iemand zei dat tegen mij dat je met goud dat kon doen. Nee. Ik heb trouwens hier nog wel een heleboel iron zitten. Ik neem aan dat ik dat allemaal mee wil hebben. Ja, dat willen we hebben. Dan gaan we dat lekker hakken. We hadden een beetje weinig. Eventueel de volgende persoon die dan meedoet heeft dan ook een setje. Een setje. Zo, alles heb ik hier mee afgezet. Dus we kunnen even alles hier weghakken rusten. Oh, boven je zit ook nog heel wat vis. Zo, dan gaan we die ook weghakken. Oh, hier zit ook nog een gang trouwens. Oh, ja, boven. Daarboven, jemen. Jezus. Even kijken. Ben ik nou Kelsey aan het volgen? Ja. Ben je er nog, Vincent, trouwens? Ja, ik ben er nog. Ik ben hier nee, nog ik even... Nee, ik bedoel, als ik kwijtraak, dat... Oh, nee, ik ben je niet... Oh ja, ik zie jullie namen nog, dus dat scheelt. Oh ja, oké. Je had al een waypoint neergezet bij de spawner? Nee. Is dat handig dan, bij de waypoint bij de spawner? Ja, maar mijn spinnenspanner hou ik niet zo van om een spawner van te maken. Ik weet niet waarom. Dat kan. Dan moet je het niet doen. Ik heb het altijd liever met skeleton of zombie spawners. Dat gaat wat makkelijker. Ja, dat is waar. Vooral skeletons zijn lekker fijn. Ja, inderdaad. Dat is echt zeker heel hard, hè? Nou ja, de bones kan je weer heel erg snel eten en spul van maken. Dus dat is echt ideaal. Ja, oké. Okay. Ik heb hier dan wat iron. Is dit trouwens hetzelfde rafijn of een andere? Ja, dat is hetzelfde. Het is hetzelfde. Vis, moet je lichtje hebben? Ja, lichtje hebben. Zo. Even kijken. Wat is hier nog? Hier is nog iron. Nog meer iron? Ja. Even kijken. Hier ook. Oké, dit is in ieder geval nog wel gedeeld in hetzelfde rafijn. Ik maak even een bruggetje naar de overkant hier. Zo. Ik heb 25 iron nu, dus... Ik heb er 14. Ik heb er 22. En ik heb een trek trouwens ondertussen. Vergeet dan eet jij wat. Tijd voor een heerlijke biefstuk. Nee, het is kippetje heb ik. Oh, KFC, ook lekker. Inderdaad, ja. Maar dat heb ik al een tijd niet meer gegeten hoor, jeeme. Ja, ik ook niet. Ik ben al een poosje niet bij de KFC geweest. Ik wel, woehoe. Vorige week nog. Oh, jemig. Ging toevallig altijd... naar de BIOS, dus... Hé, hey, er zit water hier. Oh ja, dan is het altijd lekker om even langs de KFC te gaan. Even zo'n heerlijke bucket ophalen. Maar ja, ja, wij hebben dus een BIOS. En daarnaast zit een Burger King.
een McDonald's en een KFC. Oh, dat is goed. Nou, mocht ik je ergens anders zin hebben, dan kan je zo naar de buren. Ja, inderdaad. Dus het zit wel lekker close. Ja. Ja, ze woont ook in Almere, Kelsey. Oké. Okay. Ik woon een paar meter van Fish vandaan. Oh, nice. Nou, een paar meter. Ja, ze woont in Almere buiten. Ja, dus, je hebt zoveel dingen in Almere. Ze zijn echt wel Almere buiten, Almere haven, toch? Almere stad. En... Ja. Ja, dat was hem. Almere poort. Oh, ja, je zie je. Nog één. Almere poort. Worden er steeds meer. Maar Almere poort is gewoon prut. Nou, nog wel, hè. Maar Almere poort is echt één bende met zand, net zoals mijn straat. Maar daar komt toch een Primark of zo bij Almere poort? Nee, we hebben er één in stad. Oh, ja, nou, ik weet het ook allemaal niet. Ik doe mijn best. Even kijken, dan gaan we... Hier ben ik al geweest. Waar zijn jullie nou ongeveer dan? In het ravijn. Zie je ons? Nee, ik ben gewoon rustig nog aan het hakken hier. Ik zit alle spullen weg te halen, alle iron en zo. Oh, oké. Okay. Oh, ik zie jullie. Jullie zitten onder mij. Ik sta boven jullie nu. Boven. Oh. Hallo. Oh, oké. Okay. Je hebt ook een... Ik ben hier alles aan het weghakken, maar ik kom wel naar jullie toe. Want hier zit allemaal heel veel iron nog. Oh, oké. Okay. Maar dan moet ik eventjes omhoog gaan, dus. Dag, neem ik allemaal meteen mee, weet je wel. Dat scheelt weer. En toen was mijn steen op. Lekker. Huppa, zo. Hi, ben ik. Zo, de eerste is er al. Ja, ik ben er bijna. Je bent er bijna. Kijk eens, zo, een trapje vis. Kijk eens. Ja, als je niet naar beneden valt, is het niet echt. Oh, daar is ook nog iron, zie ik. Oh ja, daar. Misschien heb je nog een torch hier neer te zetten? Ja hoor. Het opnemen is het zo... Het wordt zo donker, hè? Ik moet eens die goede settings neerzetten, ja. Klopt. Het is altijd zo pikken donker met opnames. Up, zo. Deze zijn ook weer binnen. Hier nog meer iron. Er zit echt heel veel iron hier. Nou, mooi. Hebben we nodig. Ja, ik heb nu... 39 al. Ik heb er... waar staan we? 44. Oké, okay, heb je nog een lang... Oh ja, tortje. Oké. Okay. Even kijken. Nou. Het gaat hier gewoon door, joh. Ongelooflijk. Jezus. Je gaat nog verder naar beneden. Goud zie ik daar verderop. Ja. Hier zit niks. Jemig. Deze hier loopt dood. Nou, deze hier niet. Oh, jullie hebben hem al verlaten. Ja, joh. En verlaten jou, ja. Ja, wij zijn mannen op een missie. En wij zagen goud. En ja, dan... Ga er meestal wel voor. Even kijken. Dit hier weghalen. Even kijken. Nou. Ik vind het wel een mooi moment om even te stoppen. Ja, we hebben een goede vondst gehad, hè? Ja, een goede rijke vondst. Inderdaad. Nou. Zullen we afsluiten dan? Ja, ik vind het helemaal goed. Ja, want anders duurt het een hele lange aflevering. Voor de mensen die Vincent nog niet kennen trouwens, kun je even de Dutch Terms, link staat in de beschrijving. Koning van de Kingdom Helios. En ik zou zeggen jongens, tot de volgende keer en bye bye. Doei. Hey, bedankt voor het meedoen.